We zitten op de derde dag PI vandaag en dan worden we weer mooi uitgelicht door de Rotor Lights, die we mede mogelijk zijn gemaakt door BBP Light. En we hebben de Canon Cam die Canon ter beschikking heeft gesteld, dus die is lekker mee, daar filmen we nu mee. En de mic was stuk gegaan en de gasten van Mavico Pro hebben ons eventjes een nieuwe mic gefixt, dus we kunnen gelukkig weer hoorbaar op het ding zijn, dus dat is super tof. En we hebben weer een nieuwe gast zitten. Ik ga je een aantal vragen stellen, Maurice, dus ik ga lekker beginnen. Nou, ja? Wie ben je en wat doe je? Ik ben Maurice Jager en ik ben grofweg gezegd een portretfotograaf. Ik specialiseer mij op de zakelijke markt, ondernemers. Dat is in het kort mijn... De introductie. De introductie. Ja, nice. En wat brengt jou tot de PI vandaag? Eigenlijk netwerkmogelijkheden die we hier hebben bij PI. Ik werk voor een aantal sponsoren die zijn hier, dus altijd even goed om de contacten onderhouden en even te kijken wat er allemaal nieuw is. En dat is eigenlijk wat me brengt en gewoon even lekker kletsen even met kletsen. Mensen en even een videootje opnemen. En, zoals we nu zitten te doen. Hartstikke leuk, ja, toch? Ja, nice toch? Nice. Hey, en in je fotografie wat je doet, wat zijn een beetje de tools die je daarbij gebruikt? Technisch schiet ik met een Canon 5DSR. Met een 70-200, 2.8 of een 24-70, een beetje afhankelijk van wat ik doe. Als ik in de studio werk, mijn zakelijke portret of headshots maak, dan zit ik eigenlijk altijd met een 70-200 rond de 95 mm te fotograferen. Ja. En bij de social media en de branding fotografie die ik doe, op locaties is het vaak 24-70. Ja, en dan een fotootje A1 erop. En een beetje rondlopen, running and gunning, zoals we dat noemen. En alles fotografeer ik tethered in een MacBook Pro. Oh, nice. Ik wil altijd meteen zien wat ik maak. En op een, het is een 13-inch MacBook en een 13-inch is nog altijd beter dan een 3-inch postzegel op de achterkant van de camera. Ja, het helpt ook dat ik ambassador ben van tethered tools, dus heb je mooi de tools en mooi alles mee. En dan die behind the scenes vinden ze altijd wel interessant om te zien. Ja, toch? Zo netjes, ja. Zeker. En in de studio schiet ik alles op een BenQ monitor. Oh, nice. Hey, en wat is de specialisatie waar je in specialiseert qua schieten? Ik ben denk ik het meest bekend om mijn headshots en zakelijke portretfotografiewerk. Mm-hmm. Wat ik doe voor entrepreneurs, ondernemers, ZZP'ers of grotere corporate klussen zoals het NSC, NSF of allerlei van wat grotere bedrijven. En ik doe voor ondernemers die behoorlijk goed zijn in wat ze doen en daar een heel mooi verhaal bij hebben, doe ik fotografie maken zodat zij een fotobibliotheek hebben voor op het moment dat zij een blog of een social post of wat dan ook aan content is, dat ze daar een beeld bij hebben waar ze zelf op staan en wat bijdraagt aan het verhaal en wat ondersteunt aan de boodschap die ze willen uitbrengen in hun branding. Nice. En dat zijn mijn twee specialisaties. Waar ik mij op richt. Waar je mee bezig bent. Ja. Nice. Hey, en wat doe je daarmee? Doe je ook nog dingen om jezelf een beetje op niveau te houden, bijleren, innoveren? Mijn headshotwerk zit denk ik wel op een heel hoog niveau al. En ik denk dat ik daar leer ik vooral van andere karakters die elke keer in je studio verschijnen. Mm-hmm. Dus er zijn, iedereen reageert weer anders op wat je vertelt, op licht. Donkere mensen reageren weer anders op lichtinstellingen. Hele lichte mensen reageren weer anders. Dus daar zit altijd wel een leuke ad hoc leerprocesje in. En je bent heel erg op zoek naar gemene delers voor het fotograferen. Want ik ben ervan overtuigd dat 90% van de foto's gebeurt dus in het hoofd van degene die voor je camera staat. Ja. Dus dat is altijd wel een leerproces. Ik denk dat ik vandaag beter iemand kan coachen dan gisteren. En morgen waarschijnlijk weer beter dan vandaag. In mijn social media en branding fotografie is het heel erg afhankelijk van de locaties waar je bent. Om het flits en het beschikbare licht met elkaar heel mooi te laten samenwerken. Ja. En daar is een fotograaf in New York die daar ook heel goed mee werkt. Zijn naam is John D'Amato. Dus als mensen dat leuk vinden, dan hij heeft een Instagram. En met hem spar ik ook heel veel en we zitten heel erg in de contentproductie. Nice. En zo probeer ik mezelf ook te profileren door gewoon goede content te maken en ook telkens op social media aanwezig te zijn. Ja. En hetgene wat ik daar leer is ook weer meteen iets wat ik mijn klanten kan bijbrengen. Ja, meegeven. Ja. Dus gewoon bijhouden en meegeven. Ja. Ja, ik denk dat heel veel van je verhaal als fotograaf of als eigenlijk ondernemer aan zich gaat heel erg om ontdekken wie je zelf bent en wat je zelf heel goed kan. En dan een manier verzinnen om dat over de bühne te krijgen. Ja. En de manier verzinnen om het over de bühne te krijgen is voor veel mensen een grote uitdaging.
En ik denk dat daar heel veel in te leren is voor mezelf, fotografen en eigenlijk ook mijn klanten. Ja, sure. Dat denk ik zeker weten, man. Nice. Hey, en waar kunnen we je online vinden? Ik ben te vinden op mauricejager.com. Instagram en Twitter en al dat soort zaken zijn Maurice_Jager. En iedereen is welkom om mij te volgen. Nice. Any last words to the guys? Wat je ook doet, zorg dat je plezier hebt en zorg dat het plezier ook in de foto's zit. En dat je een mooi verhaal vertelt met de beelden die je maakt. Ik zeg top. Leuk, man. Leuk je weer eventjes te zien. En yes, dankjewel. Kennis te maken. Yes. Later, guys. Tot later.